Nog 8 uur te gaan. Nog 8 uurtjes. Hey. Wanna be all saints. Trying hard to be someone else. Giving no time to breathe. This is our identity. Zogenaamde Mistral door de heuvels van de rivier. Dus alles op werpafstand. En het is al raak met een brute rivierschub. Tweede kerstdag. Kerstschub. Heel vet begin. Hij gaat terug. We zijn inmiddels alweer aan het inpakken. Het waait veel te hard. We kunnen met de boot hier niet op, werpen is niet te doen. Met wapen kunnen we een stukje komen, maar we bereiken niet veel. We hebben wel een hele mooie schub gevangen gisteravond. Dus onverwachts toch wel een bonusvis. Wat we doen, we pakken nu in. Gaan we in de buurt op een klein putje kijken. Of dat wilt, wat wil, en anders andere rivierstek. En dan komen we sowieso over een paar dagen hier terug. Want er zit volgens mij veel meer in dan die ene vis. Dus, verkassen en over een paar dagen terugkomen als het minder hard waait. De uitlaat is er gisteren afgeklapt. Met een touwtje vastmaken. De gendarmerie heeft onze vergunningen nu. Die zijn ze aan het controleren. En dat duurt wel heel lang. Ik ben benieuwd wat ze daarvan te zeggen hebben. Daar staan ze voor ons. Nou ja. We hebben de lijnen normaal uit kunnen varen. Dus we gaan voor het eerst een nacht in waarbij we alles goed hebben inliggen. Wanna be all saints. Trying hard to be someone else. All we want is please. Giving no time to breathe. Vannacht 1 gevangen, zoals jullie hebben gezien. Daarna hebben we er nog 1 verspeeld. Was eigenlijk vrij snel na het aanslaan lijnbreuk. Omdat de harde wind terugkeert over 2 dagen, hebben we toch besloten hem in te pakken. Maar dat wil ik niet onthouden om de andere kant even te laten zien. Van de mooie stek. Yeah.
de weg. Nog anderhalf uur naar het zuiden knallen, dus nog anderhalf uur naar beneden. We hebben vannacht wel een vis gevangen, een vis gelost. Maar we hadden er toch weinig vertrouwen in om te blijven zitten. Het is niet echt een planning, geen waterkant. Nee, we zijn naar een departement zuidelijke gereden. Duurde uren voordat we de vergunning in orde hadden. En net voor het donker hadden we de vergunning. Was de nachtzon is weer moeilijk, dus wat doen we? Een hotelletje, even eten in de stad en dan gaan we morgen daar vroeg weg. En dan hebben we de hele dag om een nachtzone te vinden. Of in ieder geval nachtzon, een goede stack. Dus even een nachtje ontspannen, douchen. We turn our backs, we can't help, we're gone. This is our identity. Hotellachtje zit erop. Hele toffe gast. Dus we kunnen er weer tegenaan. Vis 3 van de sessie. We zijn net weer 2-3'tjes terug op de stek waar we begonnen. En hij loopt direct af. Dus we hebben een beetje spijt dat we niet gebleven zijn. Maar misschien is het ook wel goed. Want er lag voer op en de stek heeft even rust gehad. In ieder geval een serieuze rivierschub weer. We gaan door. Hengel in. Voer erop. We hebben de hele dag nog te gaan.
zit het er nu echt op. Waait onwijs hard. We hebben een paar dagen gehad met wat minder wind. Maar het is vannacht weer hard gaan waaien. De boot is ook vol water. We kunnen er ook echt niet meer op. Net op het weerbericht gezien dat er weer een mistral terugkomt die we de eerste dagen hadden. Dus dat betekent noordenwind. Eigenlijk continu 6 of 7. Dus dat is gewoon niet meer te doen op de rivier. De temperaturen dalen ook nog eens naar 0 graden. Ook in Noord-Frankrijk. Dus we pakken één nachtje op de terugweg. Even in stand ergens. En dan rijden we morgen door naar huis. Dus hopelijk hebben jullie genoten van de film. In ieder geval avontuur genoeg. Niet heel veel vissen, maar het was ook niet makkelijk nu. Misschien komt er nog een visje uit op het instant nachtje komende nacht. En anders tot de volgende video.